Mark, je hebt echt een hele goede wedstrijd gereden. Alleen de grote teleurstelling van vandaag is dat jij in de eerste ronde al kapot staat. Ja, nou ja, vanaf de start was ik wel redelijk goed vertrokken. En, in één keer kwamen de jongens massaal naar buiten zetten. Met als gevolg dat ik de hek in werd gereden en gelijk voor lek stond. En vel kapot gereden. En toen moest ik mijn wedstrijd vervolgen op een lekke band. En, naar de post gereden en daar kwam ik al als allerlaatste aan. Dus dat was plek 100 en vanaf daar mijn koers vervolgd en helemaal teruggereden naar 44. Ja, laten we die lekke band even vergeten en vanaf jouw nieuwe wiel gaan tellen, dan heb jij gewoon echt een puike wedstrijd gereden. Ja, nou ja, het gevoel was echt zeer goed en het rondje was me echt op het lijf geschreven. En, het enige waar ik heel content over kan zijn is gewoon mijn vorm en hoe ik naar voren ben gereden. En de uitslag terzijde laten en ervan uitgaan van wat als ik geen lek had gereden en zo naar voren was gereden. Dan had ik denk ik wel een heel sterk WK gereden voor de eerste keer. Mark, ik ben blij dat ik jou in actie heb gezien vandaag. Ik heb ervan genoten, ondanks het kleine probleempje. En jongen, jij krijgt in de toekomst wat jou toekomt. Ik hoop het. Dank je, Jan.